oog en bril. Eerst even globaal naar het oog kijken. Er zijn een aantal onderdelen van belang in deze les. Met name de pupil, dus het gat in de iris, en die regelt de hoeveelheid licht. De ooglens is van belang voor een scherp beeld. En het netvlies, daar komt het beeld ondersteboven terecht. Nou, hoe zien we? Licht passeert het hoornvlies, ooglens en het glasachtig lichaam. Dus het hoornvlies, ooglens en glasachtig lichaam. En dan komt het licht op het netvlies. En daar krijg je een scherp beeld. Het netvlies bestaat uit een groot aantal lichtgevoelige zintuigen. En die geven dan een elektrisch signaal door naar de hersenen via de oogzenuw. En zo zien we. Zoals je ziet, zien we ondersteboven. Dat komt niet per se door de lens, maar als je een gaatje hebt, dan staat een voorwerp voor. Dan kruisen de lichtstralen zich. En dan zie je dus eigenlijk alles ondersteboven, maar de hersenen vertalen dat automatisch naar een beeld weer rechtop. Nou, de pupil is de opening in de iris. En bij veel licht moet de pupil uiteraard klein worden om het netvlies te beschermen. En als het donker is, dan is de pupil stukken groter. De afstand tussen het oog en het netvlies, dat is een afstand van rond de 17 mm, dus tussen de lens en het netvlies, en die is vrijwel constant bij mensen. Nou, wat doet het oog dan als je dichtbij kijkt? Om toch een scherp beeld te krijgen, moet de lens wat sterker worden, wat boller. En dat platter en boller worden van de ooglens heet accommoderen. Dus om scherp te zien, moet de lens accommoderen. Als een voorwerp verder weg of dichterbij staat, gebeurt dat heel erg snel. Er zijn verschillende oogafwijkingen. De meeste jongeren worden bijziend, dan is een ooglens te sterk. En wat gebeurt er als je veel op een tablet kijkt of veel leest? Om toch een scherp beeld te krijgen, gaat je lens groeien. Dus het netvlies komt steeds wat verder naar achter. En dan is die afstand iets te groot. En dan komt het beeld voor het netvlies, zoals je hier ziet. En om toch een scherp beeld te krijgen, moet je er een holle lens voor zetten. Dan gaat het licht hier divergerend, een beetje uit elkaar. En bij de juiste sterkte komt het beeld wel op het netvlies. Nou, dus een bijziende, zoals het woord al zegt, ziet dichtbij goed, maar in de verte niet goed. Kan ook dat de spiertjes iets te sterk zijn van de lens, waardoor je bijziend wordt. De correctie met een holle lens, dus negatieve sterkte. Een verziende kan in de verte zien, alleen vlakbij ziet de voorwerpen niet goed. Dus, kijkt hij dichtbij, dan ziet hij niet goed. Het beeld komt achter het netvlies. Kan dus dat deze afstand wat te kort is bijvoorbeeld, of de lens iets te slap. Dan heeft hij een bolle lens nodig met de juiste sterkte voor een correctie. Dan kan het ook dat je oudziend wordt later, dan is je ooglens minder elastisch. Als je dan dichtbij komt, kijkt, komt het beeld achter het netvlies, omdat de lens niet sterk genoeg is. Ook dan heb je een bolle lens nodig, vaak al heel goedkoop om ergens te kopen voor 1 of 2 euro bij een winkel. Nou, dioptrie is misschien nog handig om te weten. De sterkte van de lens druk je uit in dioptrie. Zo heb ik zelf min 3 dioptrie. Dus dat is de eenheid van de sterkte van de lens.